Hallo lieve mensen, vandaag ben ik terug met een Carlijn Design kaart. Ik heb hem Rainbow Card genoemd, regenboogkaart. En hier is hij. Clean en simpel, zoals gewoonlijk, maar wel in Nederlands. Hiervoor heb je echt een stamping tool nodig. En niet zo'n wollig hoofd als die van mij. Je ziet straks wel wat ik bedoel. Ik heb ook mijn acetaat weer teruggepakt. Ik kon even die andere niet vinden. Dus hij is een beetje smoetsig. Maar niet op letten. Ik heb nu wel gezorgd dat de printbare kant, de geprinte kant, bovenop ligt. Want eigenlijk wil ik die altijd onderop. Anders vervaagt hij. Maar goed. Ik ga een regenboogkaart maken zoals ik heb gezegd. Ik heb 8 kleurtjes genomen. Maar ik denk dat er maar 7 oppassen. En ik heb mijn Memento Ink gebruikt. Love Letter. Tangelo. Dandelion. Purtard. Danube Blue, Grape Jelly en Lilac Posy uiteindelijk. En ik ben hier het woordje aan het opmeten. Hyper de Piep van de Carlijn Design Set. Hoera. En ik wil ook de grote Hoera gebruiken. En daarvoor gebruik ik mijn rast om te zorgen dat die recht ligt natuurlijk. Heel belangrijk. Vooral bij Clean en Simpel, want dan zie je natuurlijk altijd alles op. En als je het juist niet recht kan krijgen met een stamping tool, doe het dan expres onder een hoek, zodat het net lijkt of het scheef moet. Dus. En in eerste instantie had ik Extreme Black gepakt, omdat ik dacht misschien ga ik hem zwart inkleuren. En ik wist nog niet waarmee, dus ik heb dan. Maar uiteindelijk dacht ik nee, ik vind hem eigenlijk wel mooi zo. Maar dan moet hij wel zwarter, dus ben ik overgestapt naar VersaFine Clear Ink. Je kan natuurlijk ook een paar keer stempelen met die Extreme Black Ink, als je dat liever hebt. Of welke ink je dan ook gebruikt. Goed, mijn hoera is prima zo. En dan wil ik dus hyper de piep erboven in een regenboog. Ik doe hem wel even drogen trouwens, voor de zekerheid, want VersaFine blijft nog wel eens langer nat dan gewenst. En ik had hem gemeten, hij is 2,2 centimeter geloof ik. Mijn kaart is 14,8, dus ik dacht nou, ik kan er net 7 op kwijt, maar eigenlijk had ik ietsje van de rand moeten beginnen en sorry dat in mijn haar en mijn bril alles, ik kon het niet zo goed zien. En ik moest iets dichterbij dan. Goed. Hij ligt recht in het rast. De kaart ligt recht met de zijkant van de kaart. De stempeltool is ook wel heel belangrijk. En ik begin dus met Love Letter. En wat ik dus nu doe, is wat je niet moet doen, is hem schoonmaken en eraf pulken. Schoonmaken mag wel. Dan denk ik, oh, wat doe ik nou? Dus dan probeer ik hem weer erop te doen. En dat heb ik even off camera gedaan. Want ook al is het doorzichtig, kan je er doorheen kijken. Hier doe ik een testje. Maar dat was ook een halfslachtig testje met een papiertje wat niet op de goede plek ligt. Maar goed, ik dacht, nou, hij zit wel goed. Ik ga ervan uit, maar hij zit net ietsje hoger. En niet doorvertellen. Ik ga gewoon stug door. En uiteindelijk dacht ik van laat ik al deze rood eraf knippen. Maar dat klopt mijn regenboog niet meer. Dus ik denk dat is ook niet de oplossing. En ik kijk even waar de letters komen. In plaats van precies aan de zijkant de lineaal te gebruiken. En daardoor zitten ze ook niet allemaal op dezelfde afstand. Maar ja, ook een kniezoor die daar op let. Dat ben ik dus. Maar de video is vooral bedoeld als idee voor een kaart. Het is leuk denk ik, omdat er nog veel lege plek is, zou je er eventueel nog een washi tape op kunnen plakken. Of een plaatje, misschien ballonnen. Maar ja, ik hou heel erg van clean en simpel en minimalistisch. Hoe minder, hoe beter. En kijk, je kan je kaart ook gewoon buiten laten hangen. Dat is op zich geen probleem, maar zorg wel dat die recht ligt met de zijkant. Zodat hij altijd op dezelfde afstand komt. En uiteindelijk alle anderen zijn goed gelukt. Alleen die ene rode die staat dus nu ergens anders. Omdat ik hem eraf gepulkt heb. Dus niet doen. Is een stom automatisme. En kijk hier had paars paste net niet helemaal op.
Of ja, wat is het? Lilac Posies, een beetje magenta. Maar ja, je had natuurlijk kunnen beginnen met rood een beetje ervan af te laten hangen. Of in het midden, maar dat vond ik eigenlijk weer een heleboel hoop meer gedoe. Omdat je dan echt niet in je stempje toe uitkomt. En zo redelijk. Desnoods kan je een klein beetje van de rood eraf knippen en iets kleinere kaart maken als je rood en paars hetzelfde wil. Maar ook dat vond ik niet zo heel belangrijk. En dat zeg ik terwijl ik denk, oh, is het scheef. Maar goed, een paar enamel dots in bijpassende kleuren. Deze zijn gewoon even glimmend. Ik heb zowel glitter als mat. Maar ik doe ze dus zigzaggend. Vind ik leuk. Speels effect. En ik neem degene die het felst zijn, zoals geel, neem ik de kleinste. En de wat gedektere kleuren kunnen wat groter. Toen ik op school zat, was daar een regel volgens mijn kunstleraar. Dat was geel staat op rood staat tot blauw als 1 staat op 2 staat op 3. Of 1 tot 2 tot 3, ik weet niet hoe je dat zegt in Nederlands. Maar mijn school was in Italië. Dus als je 1 geel vakje doet, en dan moeten er eigenlijk 2 dezelfde vakjes in het rood en 3 blauw zitten om het evenwicht terug te brengen. Maar goed, ook dat zijn regels waar je niet aan hoeft te houden. Oké, alleen nog een donkerblauwe die ik even moet zoeken. En dan is de kaart eigenlijk al klaar. Zoals ik zeg, je zou eventueel hoera ook nog kunnen inkleuren. Ik zou het zwart doen. Of die lettertype, handletters, hoera gebruiken. Maar ik wil een keer wat anders. Dus dit is mijn kaart voor vandaag. Ik zie jullie allemaal volgende week weer. Bedankt voor het kijken. En tot ziens. Doei.